Hallo mensen, welkom of welkom terug op mijn kanaal. In deze video gaan jullie zien dat ik mijn lieve kleine zusje, die vandaag, wanneer deze video uitkomt, jarig is. Happy birthday, my love. I love you so much. Ophaal van school. Op diezelfde dag neem ik ook afscheid van mijn hele fijne werkplek, waar ik 3 jaar heb kunnen genieten van hele fijne collega's en een hele leuke zaak. Ik heb ook een verjaardag van een vriendinnetje die ik heb geholpen met het decoreren en organiseren van haar verjaardagsfeestje. En ik ga lekker uit eten met vriendinnetjes. En ik heb er zin in om dit aan jullie te laten zien. Ik wens jullie heel erg veel kijkplezier. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet bent. En de video te liken als je het leuk vindt. Doei! Hallo, een hele goede morgen mensen. Het is vandaag vrijdag. En ik ga mijn zusje van school halen, want dat vind ik leuk. Kijken of zij het ook leuk vindt. En daarna heb ik mijn allerlaatste werkdag bij de pannenkoek. Very sad. Dus we gaan er van tussen. Wat een leuke verrassing ben ik, hè? En wat vond je ervan dat ik je heb opgehaald? Dat vond ik ervan. Mijn baby. Ik ga je niet echt aanraken, want ik heb lipstift op. Jouw mond ruikt naar kibbeling. Ik heb kibbeling gehaald toen ik op haar aan het wachten was, want I'm an animal. En zo. Oh, wacht, misschien moet ik even niet op mijn zoom op. Oh mijn god. Nu ga ik even zelf voor quality time met mijn zusje. Ongeveer een kwartier, want ik wil ook gewoon dat ze niet straf krijgt omdat ze laat thuis komt of zo. Ik heb echt nu al kramp in mijn hand. Wil je nog iets zeggen? Nee, viewers. Jongens, we zijn even langs een tante van ons geweest. We hebben met haar gegeten. En nu moet ik gaan werken. Dus deze meid moet naar huis. En dat was ons avontuur voor vandaag. En nu weet ze dat ik haar gewoon elke dag pull-up op haar school kan komen. En dat vindt ze leuk! Hallo. Hoi. Hallo. Hoi. Hallo. Hola. Dan ben ik later. Oké, top, dankjewel. Laatste dag. Ja, echt. Het is mijn laatste dag, hè, Tyler. Wat vind je daarvan? Ik vind er niks aan. Vind niks aan? Nee, het is wel gezellig dat je nog bent. Ja, oh. Dat is altijd jammer voor me. Ik vind het ook heel gezellig om hier te zijn. Oh my god, Tyler heeft me laten strikken. Ik heb dat net op camera, dat is een lekker. Ga naar Maurits huis. Doei. 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 Maar doei. Doei. Ik wil het filmen, maar ik ga dit nu juist expres erin gooien. Lisa! Ik ben echt een trouwe kijker. En dan gaan we voor jou zitten in je vlog. Ja, echt niet. Ik ben gewoon liefde van jou. Dat is juist liefde als je in mag. We gaan het maken. Dit is Lisa. Doei! Thank you.
ik weet niet of ik het in de vlog heb gelaten. Maar dat is, ik heb haar dus geholpen met de organisatie van haar verjaardag. En het was echt super mooi geworden. En ik ben heel blij mee. En ik heb niet zoveel gefilmd, omdat wij gewoon allemaal aan het bijkletsen waren. We hadden elkaar lang niet gezien in groepsverband. So it was fun. En nu ben ik onderweg naar huis. Zo, hallo, ik ben weer thuis en ik ben echt moe. Het is echt een gevolg, hè. Ik was denk ik echt al 11:15 al thuis. En ik ben echt wel kapot. Ik heb het echt naar mijn gezin gehad. Ik heb het echt naar mijn gezin gehad en het was echt gezellig. En alles wat ik had al gehaald en bedacht, ik zag er echt precies perfect uit. En het was echt mooi. En I like that about a party. Ik vind dat dat echt heel veel toevoegt. En vond het echt heel leuk om haar erbij te hebben geholpen ook. En ja, het was gewoon gezellig. Ik ga slapen, want ik ben echt moe. En ik moet morgen weer werken. Misschien ga ik met Nima ontbijten, I don't know. En ik heb ook met Shaila afgesproken. Het zijn bijna Shaila. Ik heb ook met Shaila afgesproken, dus die. Een hele goede morgen, mensen. Het is vandaag zondag. Dat hoor je misschien ook aan deze kerkklokken die zwaar door mij heen aan het bezig zijn. Maar het is zondag en ik ben onderweg naar Happy Tosti. Want daar ga ik ontbijten met Nima. Ik werk. Ik weet helemaal niet of ik dat heb gezegd, maar ik moet gewoon werken vandaag. Dus Nima en mijn vriend gaan even naar het museum. En dan zie ik ze zo weer even. En dan ga ik na werk, ga ik met Shaila wat eten. Oké, tot zo. Hoi, ik ben bij het thuis. Ja hoor mensen, ik heb gewerkt, lekker drankje gedaan met mijn collega's en ik ben nu onderweg naar de Waromini. Echt, je zou denken dat er gewoon geen enkel ander restaurant hier is in Den Haag, maar is er wel. Maar dit is gewoon waar we willen gaan. En dan ga ik nog even kijken of we daarna ook nog wel ergens anders heen gaan. Maar dat is voor later. Bye. Ik ben dus met Shaila. Mooie papjes ook. Ik was het vast zo hoort. Staat in mijn nek. Hij wil op mijn hoofd blijven. En we zijn nu onderweg naar koekjes. Want ik ben nog niet dik genoeg, mensen. Nope. En daar zitten we weer. Ik krijg heel erg vaak de vraag gesteld hoe het nou eigenlijk gaat met vloggen. En ik wil daar graag antwoord op geven en ook een soort van duidelijkheid waarom ik dit doe en whatever. Ook heb ik daar een video over gedaan, but still, I feel like people did not understand. Dus dat ga ik nu nog een keertje even aangeven. Ik ben begonnen met vloggen omdat ik een concept had en een idee over iets wat er ontbrak. En iets waarvan ik vond dat er meer aandacht aan moest gegeven worden en een platform moest zijn. Dat dit ook een platform moest zijn waar dit kon. En dat was meer diepgang erin brengen, meer echtheid en meer. En daarom ben ik begonnen met video's maken. En tot nu toe vind ik het nog steeds heel erg leuk om die video's te maken. En sta ik nog steeds helemaal achter wat ik doe.
en de video's die ik maak. Ik plaats ook liever geen video's dan dat ik video's maak die ik zelf onzin vind. Dus mijn antwoord op die vraag is dat het gewoon goed gaat. Ik vind het leuk nog steeds. Ik heb het nog steeds naar mijn zin. Ik heb nog steeds af en toe wat dingetjes om te zeggen. En ik vind nog steeds dat er een groot gebrek is aan wat ik aan het doen ben. En het moment dat dat wordt opgevuld door andere mensen die het misschien beter kunnen doen dan ik, dan is het voor mij ook gedaan. Wat mensen daarmee bedoelen is gewoon hoeveel views heb je en blablabla. Ik wil gewoon heel, heel erg duidelijk maken. Het maakt mij echt helemaal niks uit hoeveel views ik heb op een video. In de zin van, meer views betekent voor mij niks bijzonders. Ik wil niks gaan bereiken met YouTube. Dit is niet waar ik mijn toekomst in zie, or whatever. Dit is niet mijn prioriteit, of niks daarvan. Dus het maakt voor mij heel weinig uit. Ik kan misschien blij zijn als ik op een video veel views heb, omdat ik dan gewoon blij ben met het feit dat wat ik heb gedeeld door veel mensen is bekeken. En dat zij al die tips en tricks of wijsheid of wijze zinnen en blablabla, wat ik ook erin gooi, dat meer mensen het hebben meegekregen. In dat opzicht vind ik het leuker en interessanter om een video te hebben met meer views. Maar voor de rest boeit het mij echt helemaal niks. Ik ben hier niet mee begonnen om geld te gaan verdienen of hier mijn carrière in te gaan maken. Want voor waar ik mijn carrière in wil gaan maken, ben ik heel hard aan het studeren. Dus dat is even iets wat ik heel duidelijk wil zeggen. En heel graag dat mensen dat begrijpen, dat mijn kanaal daarvoor niet is. Ik heb mijn kanaal nooit zo opgestart en nooit met dat idee opgestart dat ik duizenden views wil krijgen en dat ik bakken met geld hiermee wil verdienen. Whatever, daar gaat het me niet om. Ik wil gewoon video's maken waarin ik het gevoel heb dat ik iets aan het delen ben dat belangrijk is voor ons als mensen om te beseffen. Dat het dingen zijn die we allemaal weten, maar gewoon nog even voor ons extra worden aangestipt. Dat we net iets meer nadenken over bepaalde dingen die we doen, zeggen of juist horen en voelen. Dat is voor mij belangrijk en dat is waarom ik dit kanaal heb en ik ben dat nog steeds aan het doen. En tuurlijk heb ik soms weken waar ik gewoon niet weet wat ik wil zeggen. En er zijn ook weken waarvan ik al ver van tevoren weet van, oh my god, dit wil ik hier zeggen. En dat er dan een week tussen zit waar ik mijn gesprek niet bij vind passen, om het zo te zeggen. Dus dat is iets wat ik eigenlijk wilde gaan zeggen. Ik ben begonnen met een bepaald concept van de indeling van mijn video's en hoe ik alles verwerk in mijn video's. En ik ben elke keer aan het proberen om dat te verbeteren en daar een manier in te vinden waar ik zelf meer achter ga staan. Ik ben gewoon plotseling zeg maar begonnen met die video's maken. En ik heb er niet goed over nagedacht hoe ik dat exact wil uitvoeren. En ik ben maar iets gaan doen en beetje bij beetje kom ik achter, dit wil ik toch liever zo en dit vind ik toch beter zo. Dit spreekt mensen toch iets meer aan. En ik ben wat dingen aan het veranderen in mijn video's. En deze video en de video hierna zijn de laatste twee in dit concept idee, als ik dat nu heb bedacht in het begin. En ik ga ook stoppen met elke video proberen een talk in te forceren of iets mee te doen. Omdat ik gewoon vind dat ik het zelf moet voelen als ik het doe. Ik wil juist een heel echt kanaal hebben. En ook een heel erg open en relatable channel. Dus als je op een bepaalde week geen inspiratie hebt in wat je ook doet in je leven, dan moet je dat niet gaan forceren. Want daar komt echt altijd een slecht product uit. Dus ik ga het een beetje veranderen. Ik ga het een beetje anders doen en ik denk dat ik het gewoon van tevoren ga zeggen. Ik ga vanaf vlog 23 in het Engels filmen. En dat is niet omdat ik dus veel meer views wil of whatever, maar omdat een aantal familieleden van mij dat sowieso hadden verzocht al vanaf het begin. Ik vind dat een beetje lastig en ik vind het ook heel awkward om in het Engels te filmen. En ik denk dat je dat ook wel zou merken in de eerste paar video's, dat het nog heel erg wennen is en misschien wat gemaakter voelt dan mijn video's nu. I'm sorry, ik ben nu al bezig met filmen, dus ik weet dat ook al. Ik ben daar ook heel erg van bewust. Ik ben het gaan doen dus omdat, zoals ik al zei, mijn familie heeft me dat verzocht al vanaf het begin. Deel van moederskant van de familie is Engelstalig, woont op een Engelstalig eiland. En voor hun is het veel makkelijker om mijn video's te volgen in het Engels. Op Curaçao heb je veel meer Nederlands wat er wordt gebruikt, waardoor dat voor hun niet per se zo'n groot probleem is. Maar nog steeds is het chiller voor iedereen om het in het Engels te doen. En zeker omdat ik dus een boodschap vaak wil overbrengen of whatever, is het misschien beter als ik dat met meer mensen kan delen.
Dus dit en de volgende vlog zullen de laatste video's zijn in het Nederlands voor nu. Ik ga kijken wat ik daar zelf van vind, want ik wil wel dat ik zelf 100% achter mijn video sta. Ik wil niet iets forceren zodat meer mensen het kunnen zien. Ik wil echt nog steeds net zoveel achter mijn video's blijven staan als dat ik nu doe. En zoveel mogelijk willen laten zien van mijn leven. En een routine van een normale student en iemand die normaal aan het werken is en normaal aan het shoppen. En basic life. En laten zien hoe dat ook leuk gemaakt kan worden. En hoe je ook met een normale baan super veel leuke dingetjes kan doen. En hoe je met een heel druk schema toch nog kan zorgen dat je af kan spreken met mensen. Dus dat is wat ik wil gaan doen in mijn volgende video's. En ik ga vanaf morgen, maar dat zullen jullie nog lang niet zien, weer beginnen met naar school gaan. En mijn routine gaat weer helemaal veranderen. Ik heb ook wat goed nieuws. En dat horen jullie in mijn volgende video. Dus er gaat nog heel erg veel leuks aankomen. En ik heb er zin in. Ik wilde gewoon net iets meer duidelijkheid weer creëren over waarom ik dit doe. En wat ik echt belangrijk vind. En dat zijn in ieder geval echt niet de views. Ik zweer al, krijg ik 30 views op elke video. Dan ben ik blij dat mijn 30 familie en vrienden, wat het nu zijn, dat zien. En dat ik dat mee heb kunnen geven. En toch een deel van mijn leven heb kunnen delen. Wat ik niet gewoon met ze kon delen, normaal gesproken. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar mijn video. En ik hoop echt dat je ervan hebt genoten. Ik hoor heel graag wat jullie ervan vinden. En graag wat voor talks jullie zouden willen horen. En vanaf nu in het Engels. En ik hoop dat je er wijzer weg gaat. Dat je bent gekomen. Tot de volgende video. Doei.